Hi, goeiedag. We gaan aan het laatste stukje beginnen. Bij de allerlaatste aflevering ben ik voorbereid met een make-up lookje. Dit zijn alle cream oogschaduws die ik heb. Ik heb nog wel wat dingen in tubetjes en potloden en dat soort dingen. Maar dit zijn alle pots, zeg maar. Dus we beginnen gewoon met iets wat ik pak. Dit is de L'Oreal Gold Mirage in 02 Pink Quartz. Dan heb ik de Maybelline Tattoo 24 Hours in de kleur, de Color Tattoo, sorry, Front Runner. Nee, die is helemaal droog. Zie je dat? Die komt helemaal los van de zijkant. Nou, die kan wel weg. Even naar die andere color tattoos kijken. Dit is de kleur On and On Bronze. Ja. Dan is dit de kleur Socialite. Oh, kijk eens hoe die losgekomen is. Nee, die is helemaal droog. Jammer, dat was een van mijn favoriete kleuren. En ik heb Permanent Taupe. Nee, die is ook helemaal uitgedroogd. Nou, die gaan dus weg. Dan heb ik van L'Oreal ook, dit is de Color Infallible in de kleur Coconut Shake. Ja, dit voelt al een stuk beter. Het is gewoon een wittige. Waar laat ik nou het afdekdopje? Hier zo. Het afdekdopje. Ik heb van RMS Beauty de Eye Polish in Myth. Van Douglas, de Creamy Eyeshadow Longwear and Smoothing in Lovely Peach. Ja, die doet het nog wel hoor. Kijk. Ja. Dan heb ik die ook in Trendy Taupe, kleur 5. Ja, die zijn echt nog heel goed. Even door de vlinder heen. Ja. En ik heb 3. Kleur 3, Charming Brown. Die is wel donker. Oké, ik maak het iedere keer gelijk schoon, zodat we hetzelfde stukje arm kunnen blijven gebruiken. Van Elf heb ik. Dit is de Sand Dune. En dit is de No Budge Cream Eyeshadow. En die is echt heel zacht. Dit is de kleur Sand Dune. Dan heb ik van L'Oreal de Age Perfect Cream Eyeshadow in de kleur Vibrant Beige. Nee, die is helemaal uitgedroogd. Ik heb van Revlon de Colorstay Cream Eyeshadow in 705 Crème Brûlée. Ah, die is helemaal gebarsten door het midden.
Nee, dit is echt. Nee. En van de Revlon heb ik ook de 715 kleur Espresso. En die is ook gebarsten. Nee. Goed. Dan heb ik van Morphe 2 heb ik de Cream Eyeshadow in. Iets wat er niet op staat. Oh, die is. Dit is gewoon een soort topper. Ja, maar die doet het nog heel goed. Van MAC heb ik Painterly, uiteraard. Een hele mooie kleur. En van MAC heb ik Taylor Gray. Het is heel donker, maar ik weet niet wat ik daarmee van plan was. Die No Budge van Elf gaat ook echt. Die budge niet. Het gaat er ook echt niet af. Oh, dat heb ik weer. Heb ik me eigenlijk voorbereid? Gaat het niet van mijn hand af? Goed. Van Kiko heb ik de Coalescing Creamy Eyeshadow in de kleur 01. En dat heeft bij Kiko nooit een naam. Nee. Volledig uitgedroogd. En ik heb ook de kleur 02. Nou, dat zal die ook wel helemaal, ja, helemaal losgekomen al. Ja. Oké, dan heb ik van Mina de 24 uur Cream Eyeshadow in de kleur 300. Ja, die is nog heel zacht, maar dit is ook een soort topper. Dus die mag ook nog wel blijven. Van Colourpop heb ik de Super Shock Shadow Matte in de kleur Bil. Een soort plammy kleur. En van Revolution Pro heb ik de kleur Brass. En er staat verder niet bij wat het is. Het is deze. Het glittert heel erg, maar het is ook een soort topper. Oké. Dat waren de pots. Dan heb ik een aantal dingen. Ik weet niet waarom hier een lipgloss tussen zit. Ik heb een aantal even in mijn mandje graaien. We beginnen hiermee. Van Smashbox heb ik de Always On Cream Eyeshadow in de kleuren Rose en Taupe. En dat zijn vrij dikke. Dit is echt een cream. Van Max Factor heb ik een Infinity All Day Eyeshadow in Lovely Rose. En dat is met een stokje, maar daar komt er nog heel veel pigment af, dus die is nog goed. Oeh. Van Kiko heb ik de Powerful Love Duo Eye Primer en Eyeshadow. Dan is dit is de primer en dit is de shadow.
Oh, is heel metallic. Maar die doet het ook nog goed. Van XX Revolution heb ik de Barely Liquid Shadow. Nee, het zijn Picnic Liquid Shadow Sticks in de kleur Barely. Dan heb ik van Revolution de Eye Chrome Matte en Metal. Dus dan krijg je een matte oogschaduw. En een metallic. Van Kiko heb ik ook deze. Dit zijn de... ja, liquid eyeshadows. Dit is de kleur 01 en 02. Dan heb ik van NYX heb ik de Ultimate Glow Shots in de kleur Grapefruit Glow, denk ik. Die zat goed vast. Heel mooi. Ik gebruik dit soort dingen echt te weinig. Van Essence heb ik alle drie de Eye Tints. Dit is de kleur Shimmering Taupe. Dan heb ik de kleur Dazzling Rose. En ik heb de kleur Gleaming Charm. Dan heb ik van L'Oreal de Eye Paint in de kleur 102. Heel roze. Als blush vind ik dat niet leuk, maar als oogschaduw wel. Dit is de Quartz Premier Lac in 27 Or Ombre van Chanel. Heel goud. En dan heb ik hier de Ombre Palmier Eyeshadow in 90. Maar die is helemaal... die moet in mijn memory box. Die is niet meer goed. Maar die bewaar ik wel. En dan heb ik van Revolution nog twee van de shadows. Shadow Bombs in Rose Gold. En dat zijn ook meer creams hoor. Je brengt ze wel aan als een liquid, maar het zijn echt meer creams. En dit is de kleur Love Struck Champagne. En dan gaan we over naar de pennen. Zo. Dit zijn de pennen of dikke potloden of hoe wil je het noemen. Ik begin gewoon van hier naar hier en ik heb ze
niet gesorteerd. En die Elf No Budge, die wil er echt niet af. Dit is de Catrice Aloe Vera Eyeshadow Stick in de kleur 020 Touch of Rose. Dan heb ik een Elf Jumbo Eye Pencil. Ja, hier. In de kleur Iced Latte. Ik heb een Revlon Colorstay Velour Stick in de kleur 878 Cashmere. Oh, die is kapot. Nou, dan gaat hij gelijk weg, want daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Van Kiko heb ik de Long Lasting Eyeshadow Stick in de kleur 47. Dan heb ik van Revolution. Dit is Pink Romance, maar ik heb geen idee wat dan de product is. Wel heel mooi, zeg. Oh, en een smudger zit eraan. Van Soeva heb ik de Eye Swipe Longwear Eyeshadow Liner in Oyster Pearl. Een hele mooie kleur. Van XX Revolution heb ik dit is Under the Shadows in de kleur Luster. Nou, daar komt amper wat vanaf. Dus die kan ook weg. Van die Revolution lijn heb ik dus blijkbaar ook Fancy Champagne. Heel mooi. Van Revolution heb ik de dit is een contour stick, maar dan de lichtste kleur, zeg maar. Dus dit is gewoon een soort witte. Mooi voor het binnenste ooghoekje. Dan heb ik van Revolution de Glam Eyes. Liquid Chrome. Dit is van Revolution Pro, maar er staat geen kleur bij. Nee, dit is helemaal droog. Dit wordt niks. Want die heb ik dus ook in een andere kleur. En dan zal die ook wel helemaal opgedroogd zijn. Ja. Nee, dus die gaan ook weg. Dan heb ik van Catrice nog de Aloe Vera Eyeshadow Stick in 010 Golden Toffee. Nou, die is echt dan wel heel smooth hoor. Ik heb van Elf de No Budge Matte Shadow Stick. En is dit dan de kleur Bombshell? Ja. In de kleur Bombshell. Ja, ik zie niet in wanneer ik dit ooit ga gebruiken. Maar goed, hij is nog goed, dus ik kan hem wel even weg. Ik haal het gelijk af. Anders gaan die No Budge dingen gewoon niet meer weg.
ik geef hem gewoon weg. Dat is de makkelijkste, denk ik. Ik heb van XX Revolution een eyeshadow stick in de kleur Sugar. Nee. Uitgedroogd. Dan heb ik een Jumbo Eye Pencil in de kleur IJslatte. Nee, die heb ik al gehad. Dan heb ik van XX Revolution een Creamy Eyeshadow Pen in de kleur Moonbeam. Nou, die is ook kapot. Dus dat doe ik gelijk weg. Van Pixie bij Petra heb ik de Endless Shade Stick in de kleur Pink Quartz. Dan heb ik van Maybelline de Color Strike Cream to Powder Shadow. In de kleur 30 Spark. En dit is met een sponsje. En dit is ook gewoon een soort topper, maar wel heel mooi. Dan heb ik van Morphe 2 de Eyewear Shadow Stick and Sharpener. In de kleur Upon a Star. Ja, die vind ik wel mooi. Van Elf heb ik de No Budge Shadow Stick in Champagne. Die is ook kapot. En van Revlon heb ik nog een keer die Color Glaze Stick. Maar nou, we gaan ervan uit voor de gemakkelijkheid dat die ook kapot is. Dat waren de sticks. Qua eyeliners heb ik er één. Dit is de Catrice Galliquin Artist Matte Liner. Daar heb ik er serieus echt maar één van. Omdat ik eigenlijk nooit van dat soort eyeliner sticks gebruik. Ik ga even mijn hand schoonmaken, momentje.